Zwart en wit, een betere toekomst zonder fraude. Het is een boek van de hand van John Crombé, de staatssecretaris voor fraudebestrijding. Hij is te gast vandaag. Meneer Crombé, in het begin van het boek waar u over struikelt zijn de gemeenplaatsen die iedereen in de mond neemt. Iedereen doet het, titel van een boek overigens van professor Maus. Er is zoveel fraude omdat de belastingen zo hoog zijn. U betwist dat? Ik betwist dat. En dat is om te beginnen omdat er zeer veel soorten fraude zijn. Er zijn fraude met uitkeringen, met OCME-bijstand, sociale fraude, fiscale fraude. En in verschillende grote orde. Men zegt bijvoorbeeld ook sociale fraude, dat is omdat de loonkost hoog is. Maar wij zien nu sociale dumping die normale bedrijven in de bouw en transport doet failliet gaan. Omdat ze concurrentie ondervinden van bedrijven die werken met lonen die ze betalen tot 2 euro, hebben we nu al vastgesteld. Als de loonkost rond de 30 euro is, dus dat gaat niet meer omhoog of laag, dat is echt een aanval op een sector. En dan in andere gevallen zijn er weer andere redenen. Dus een algemeenheid over oorzaken van fraude is moeilijk te maken. Sociale fraude, probleem van de schijnzelfstandigen, daar vecht u mee. Een belangrijke doorbraak lijkt mij ook de hoofdelijke verantwoordelijkheid in een keten. Ja. Bijvoorbeeld een Delhaize is mee aansprakelijk als een transporteur schommelt met Polen of Bulgaren. Ja, de opdrachtgever van een bouwwerf en zelfs de overheid. Als zij, dat is enorm belangrijk. We hebben nu een paar weken geleden, heeft men ook voor de bouw dat Europees beslist. Wij hebben die wet een paar maanden geleden in België gestemd. Ketenaansprakelijkheid. En dat is ook zo'n voorbeeld dat we sector per sector hebben uitgevoerd in overleg met de werkgevers en de werknemers. Het is heel gevoelig als onderwerp, maar we hebben het echt nodig. Zeker in de bouw zie je dat KMO's die al tientallen jaren bestaan, familiebedrijven, dat die kapot gaan aan sociale dumping. En dit is één van de instrumenten die we nu hebben om daar iets aan te doen. U hebt daar een botsing gehad met de Europese Unie rond die sociale dumping. Ja, ik was... Ik heb dat eerlijk gezegd niet goed begrepen wat het probleem was. Het probleem was zeer simpel. Ik en ik niet alleen, ik denk ongeveer iedereen binnen de regering, federaal en Vlaams en in Wallonië en in Brussel, wordt aangesproken door ondernemers die zeggen van wij houden het niet meer. En zeker in die sectoren, bouw, schoonmaken en andere. En dan hebben wij daar arresten op Europees niveau die zeggen neem maatregelen in je eigen land om die sociale dumping, die oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Wij doen dat en wij hebben maatregelen genomen waar we zelf vroegen aan de commissie, spreek er met ons over om te zien hoe ver we kunnen gaan. Wat ze hebben geweigerd, maar ze starten dan wel een procedure tegen die maatregel. Dat is, als je dan moet aan die ondernemers gaan zeggen van kijk, ik heb geprobeerd, maar Europa zegt, wij vinden dat niet goed, dan word ik kwaad. En ik werd des te kwaader toen de commissaris zei van ze hebben blijkbaar alleen in België een probleem. Ik was iets wat gerustgesteld dat in de weken nadien ook Frankrijk, Nederland, UK en ook zelfs Duitsland zeiden van we hebben wel degelijk een probleem. Maar die eerste reactie van Europa van nee, er is geen probleem, is ontstellend. Maar u houdt daar het been stijf? Ik hou daar het been stijf. Ik ga zo ver als ik kan gaan om die sociale dumping echt tegen te gaan. Ik heb geen enkel probleem dat mensen uit Bulgarije, Roemenië, Polen, Portugal, Spanje hier komen werken. We zijn ze zelfs aan het vragen in sommige sectoren. Wij hebben, hoe vreemd dat ook klinkt met onze werkloosheid, voor sommige beroepen mensen tekort. De knelpunt beroepen. Alleen als dat gebeurt tegen de voorwaarden van hier. Want als je als Belgisch bedrijf in concurrentie moet met iemand die maar een tiende van het loon betaalt in België, als je als Belgische werknemer in concurrentie moet met iemand die maar een tiende van uw loon betaald wordt in België, dan gaat uw economie kapot. En dan moet er gelijk welke commissaris aan mij maar eens komen zeggen dat dat de bedoeling ooit zou geweest zijn van Europa. Dan haak ik af.